Ja. Doorrijden, hier ga ik natuurlijk. Kun je nog naar achteren? Zit je met de pomp lopen? Nee. Trekhaak! Ik heb het paardje al een beetje glad gestreken. Kijken. Want net ging het ook wel goed met het touw helpen, volgens mij, hè? Anders was het nooit gelukt. Ja, ik moet even een klein stukje terug, want hij staat op zijn balk al volgens mij. Nee. Hij staat op... Ik moet nou niet te veel gaan graven. Hij gaat er geen kant op. Zegt hij nou. Oh joh. Hey. Als hij hem nou helemaal aan het einde neerzet, dan... Ik hoef een heel klein stukje, want ik zit in mijn balk op de grond. Ja, we komen naar voren. Oh joh. Ik wil niet te veel gaan graven nou, want ik sta hier helemaal...
Ja, nou helemaal die hoek in, hè. Ja, en als we misschien meteen met lui met het touw ook, want het werkt toch ook wel aardig, een paar lui die hem helpen. Nou, hij wordt wel steeds makkelijker nou, hè. Straks rijden we fluitend rondjes, joh. Ja. Ja. Jo. Ja, mijn kabel dat ik er niet overheen rij. Maar hier, dat kunnen we wel proberen, dat scheef maakt niet uit. Als ik hem helemaal links langs het paaltje rij. Ja, dat komt niet. Je moet positief denken. Ja. Nu hap die eigenlijk precies op die balk. Daar bovenop moet je nu kunnen komen. Eigenlijk. Ik ga nou meteen door tot de tweede hobbeltje als die gang heb. Hè. En daar bovenop weer stoppen. Als iedereen weg is. Maar laat je als die gaat, ga ik meteen een beetje tot die bocht. Ja, laat je tractiecontrole doen. Stuur wat naar rechts. Stuur wat naar rechts. Laat je tractiecontrole doen. Heel goed. Niet praten. Dat is wel leuk. Maar hier waren wat ruigere bandjes ook wel aangenaam geweest. Maar... Oh ja, oh jezus. Hij moet zo weer terug. Wat heb ik? Een klein. Kijk. Een tikje naar links, ja. Als op de linker stop, dan spreek je dit naar de kant. Ja? Hier. Hij komt hier niet overheen, hè? Maar ik denk ook al dat ik een beetje. Hier naar links. Ja.
Nee, dan gaat hij gapen. Ja, nog een keer proberen. Ja. Jo. Hey, ja. Moet je een hey, lukt dat, dan moet je de ding hebben. Ik ben het, ik film het helemaal van achter mijn vooruit, weet je, dus je ziet het altijd vanaf het begin al, dus... Ja, als jij hem, en als je hem een beetje scheef weg kan trekken vast, weet je wel. Ja, een beetje naar de zijkant weg, dan... Ach, je ziet er wat van natuurlijk. Oh, ja. Ja, dan kan je er wat bij om dan te trekken.
Je maakt hem maar aan de deur vast. Ik denk, Onno, is het handig dat jullie hem vast zo klaarzetten? Ja, klopt. Nou, om hier, nou, nog hier voor het bochie, weet je wel, dan ga ik toch nooit halen. Dus als ik een beetje die kant geholpen kan worden. Nou, als ik nu die kant op nee, dan moet het lukken, toch? Ik denk het wel, toch? Ja. Dat zou zo moeten gaan, dan moet er in de bootje een beetje. Als de tijd wil laten staan. De tijd? Nee, ja. De tijd? Nee, eigenlijk nu, als er eentje daar is. De tijd? De tijd niet. We kunnen proberen, even kort, weet je, dat hij niet gaat graven.
Maar we zijn wel een stukje verder. Kan wel ja, een beetje paadje maken. Maar voor de paal. Klein stukje nog omhoog. Sta je achter, heb je grip. Stop. Tweede versnelling. Met één heb je zoveel vermogen. Is ja, dat gelijk uit het. Maar ja, op het moment dat hij gaat graven, stop ik hem meteen ja, iedere keer. Met dus. Twee voorkom je dat. Leg je dat punt een heel stuk verder. Ja. Kan die? Kunnen jullie anders een beetje helpen met wat mannen, met dat touw? Ja, ik ben eerst al blij als ik daar sta. Ja, ik denk dat hij hier op zijn bodem staat. Even achteruit. Even achteruit. Oké, okay, stop. En probeer maar zo min mogelijk te sturen. Steek je stuur maar ietsje meer gewoon naar rechts. Ja, zo. Klaar. En nu erin. Kut. Die twee... En starten. Ja, misschien zit je al in vier. Ik ga even een klein beetje achteruit nog. Ik ga proberen nog wel wat meer naar achteren te gaan. Ja, joh. Ja. Ik sta een klein. Ja, hij staat gewoon rechts op. Wacht even. Voeten gecombineerd. Vooruit en bijremmen. Tweede versnelling. Dit is een kunstje. Dat probeer je ook een beetje je rem te krijgen. Pak hem. Ik ga even een klein stukje. Is de drift niet die vast zit? Ja, hij staat nou denk ik echt op twee balken gewoon. Hij staat eigenlijk al klaar voor die kinetische lijn, daar heb ik trekhakkie voor op. Ja, Marco, kan u niet heel vast? Marco, jij staat eigenlijk al goed.
En die zegt, zie hoe makkelijk het is. Hey, we zijn net begonnen. Ja. Piep, ga hier scheppen. Oh ja, dat is ook nog een trollige. Oh ja, die trekken van eruit, dat maakt niet uit. Ja, daar zit ik sowieso vast. Maar dan, nou ja, richt uit dan. Ja, ja. Rijp hem eruit. Ja, hij begint alweer. Yes. Even. Ja? Ja, 1, 2, kom! Ja, joh. Hij staat gewoon vast, hij veert geen eens meer. Ja, hier ja.